Dit is dus de eerste keer dat ik ga rijden in de auto. Meteen met mijn moeder en Gert. Het wordt toch wat. Toch man, heb je vertrouwen in? Jazeker. Ik zit goed in de gordels. We hebben airbag, hè? Dus, Airbag. Airbag, ja. Goed, we gaan hier linksaf. Oh je moet. Links en rechts spiegel kijken. En daarna gaan we rechtsaf als het mag. Niet hard, hè? Man, niet doen. Maar je bent in de 2. Volgens mij heb ik hem in de 3. Oh, in de 3 zelfs. Ik trek gewoon half in de 3. Ja. De kruisje goed rechts links kijken, richting aan. Oh, je mond. Wat betekent dat bos? Hou je mond. Zeker, hartstikke goos. We hebben al 2 bochten overleefd. Yes. Oh god, 2 auto's. Wow. Fietsers, rotonden, gebouwen, bomen, nee. Bushalters. Jullie leiden me af. Hou je goed vast, man. Zo, het is op zich ben ik wel blij dat de eerste keer jullie even erbij zitten. Jawel, hè? Ja. Wij stralen rust uit. Vooral jij. Ja. Oh, wel. Altijd. Bezoek. Ruitenwissers aan, hè, met voorgangers. Jullie zijn echt geweldig voor mijn eerste keer. Het filmen gaat je wel goed af, of niet, man? Ja, gaat hartstikke goed. Het gaat waar. We rijden op de snelweg. Ik voel me enorm ontspannen. Ik ook. Ik heb nog nooit zo ontspannen. Er valt van alles van me af. Lekker, ik zit heerlijk. Ja, je moet zeggen. 14 lessen of 15 lessen, ik weet niet meer precies hoeveel het was. Dat is niet veel. Nee. Nou, ik vind het ook leuk om te doen, hè. Dus dat scheelt heel veel. Precies. Van ja. Haalt een auto in, let op. Hou je mond. Worden ingehaald door een 80-jarige vrouw in een open Agila. Het lijkt wel of we heel hard rijden, want we rijden 60 op de snelweg. Kijk, weer een auto die ons inhaalt. Hou je mond. Ik rij al 120. 120. Ja, ik baal in. Ja, baal in. Baal in. Oh jee, ik moet. Ja, ik heb gefilmd. 1 auto ingehaald. Baal in. En fietsen. Oh, er wordt weer ingehaald. Maar nou, oh. Hier, kijk eens door. Waarom is dat grappig? Wat maakt dat uit? Het maakt niks uit, hoor, lieve hoor. Hartstikke goed. Doe het hartstikke goed. Gewoon even een grapje. Volg die rode auto. Het is zo dat mijn moeder en Gert die houden zeker wel van een wijntje drinken. En aangezien ik nu een rijbewijs heb, kan ik natuurlijk af en toe wel hun chauffeur zijn. Zoals ik al zei, ik vind autorijden leuk. Dus als we dan een keer naar een verjaardag gaan, dan ben ik de Bob. Ja, dus. En de kijkers van mij die weten al dat ik drink geen alcohol. Dus het is geen moeite. Ja. Kortom, een win-win situatie. Nou, complimenten, prima. Oh, we zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet. Oh, we krijgen het kanaal nog. Ja, we moeten de brug nog over. Toen blijf ik mijn zwembriek in de brug. Kijk, zoals de kijkers kunnen zien, er rijdt Enzo netjes aan de rechterkant. Maar hoe zou dat eigenlijk zijn als je naar Engeland op vakantie gaat? Dat is dan moet je aan de andere kant rijden. Ja, dat snap ik ook wel. Dat heb ik een keer gehad, dat is enorm wennen. Ja, rotondes gaan ook allemaal anders om en zo. Inhalen gaan, daar moet je echt heel erg aan wennen. Maar je moet ook links schakelen dan. Want je zit aan de rechterkant. Ja. Ja, maar als je met jouw auto op vakantie, met deze auto vakantie, ja, dan dat is enorm. Dan moet je niet ineens aan de rechterkant gaan zitten, dat snap ik. Nee. Nee. Met deze auto kun je het stuur verplaatsen. Oh, die was heel leuk. Ik vond hem helemaal niet leuk. Het is moeilijk. Nummer 18, dat is ook lastig. Dat gaat niet in één keer. Dat gaat nooit in één keer. Ja, maar dan rijd ik gewoon een stukje terug. Durf jij het aan om de gordel af te doen? Kijk, dit doet mijn moeder fout, hè. Oh. Je mag pas de gordel afdoen als je de motor uit hebt staan. Oh ja, maar ik zit achterin, dan mag dat wel. Oh. Dan ben je eigenlijk verkeerd, hè, hoor. Kijk eens hoe we dat doen. Langs de paal, hè. Kijk eens hoe we dat doen. Langs die paal. Volgens mij staat het zo goed. Helemaal goed, keurig. Meneer Knol, u bent geslaagd. Nou, Enzo stapt uit. Oh ja, nee, nog steeds zo. Dat was dus mijn allereerste keer dat ik in de auto heb gereden. Samen met mijn moeder en de allerleukste vriend.
Ik hoop dat jullie het vet vonden. Laat dan even een groen duimpje achter voor mijn rijkunsten. En ja, wie weet ga ik nog wat leuks beleven in de auto meerdere keren. Dus later. Oh ja, en vergeet niet te abonneren. En waarom? En waarom een groen duimpje? Voor mijn allerliefste, knapste moeder met haar camerakunsten. Kijk, en dan neem ik het even over. En dan draaien we even het schermpje om. En dan zien we... En dan zien we mijn allerknapste moeder. Duimpie. Later. Knol Power.